Drie, twee, één. Zie je? Zie je? Ik kan het goed! Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Calvijn. Ik ben hier samen met JJ Boske. Dames en heren, het is de eerste video van de maand mei en het is mijn maand, supermaand. Maar dit is een tatoeage, die heeft jouw nachtmerries bezorgd. En JJ heeft vandaag speciaal zijn koeienmok meegenomen. JJ, hoe gaat het? Het is vroeg in de ochtend. Vandaag hebben wij weer een nieuwe opdracht, namelijk de volgende. Koop een zo snel mogelijke auto via Marktplaats voor maximaal 10.000 euro. Dat is veel geld, hè? Dat is veel geld. Daar kan je best een goede auto voor kopen. Daar kun je een prima auto Vooral voor kopen. Op Marktplaats. Het gaat erom dat we de zo snel mogelijkste, allersnelste ever hebben. Dus hij hoeft er niet goed uit te zien. Nee. Hij moet gewoon supersnel zijn. Zeg maar, als je wil winnen, dan moet je ook wel een stijl winnen. Dus je wil wel gewoon een degelijke buggy. Dat vind ik ook. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben ready. Veel kijkplezier, papies. Hey. JJ en ik krijgen 6 uur de tijd om een legendarische auto te fixen via Marktplaats. Ferrari, Multipla, Smart of Monster Truck, alles mag. Zolang het maar binnen het budget van 10.000 euro blijft. Aan het eind van de dag komen we samen op een circuit en zal coureur Tim Coronel onze auto's op de proef stellen door middel van een epische race. De auto die als eerste finisht is deze aflevering de dikste dealer. Let's go! Ik moet eerlijk zeggen, er is veel keus. Dat is in ieder geval lekker. Ik heb even een paar advertenties, in ieder geval berichtjes gestuurd. Een daarvan is deze, daar ben ik wel enthousiast over. Deze is meer dan 10.000, maar hij heeft allemaal auto's staan in zijn zaak. Dus daar wil ik eigenlijk graag langs. Dus ik hoop dat hij even reageert. Enige nadeel is, ik ben Kelvin en ik heb geen reet verstand van auto's. Dus ik ga gewoon maar meteen mijn hulplijn inschakelen. En dat doe ik door even iemand te bellen. Sam van Dalen. Dag Sam, ik spreek met Kelvin. Heb jij een drukke dag? Ik heb wel een paar dingen te doen, ja. Hoezo? Heb je wat? Ik moet voor een programma moet ik binnen 6 uur via Marktplaats een snelle auto fixen voor maximaal 10.000 euro. En is dat vandaag? Ja, dat is vandaag. Dus de 6 uur is nu ingegaan. Dus hoe eerder je hier bent, hoe beter. Wij gaan dat regelen, dat komt goed. Top. Goed zo. Oké, okay, Goedemorgen. Gaat het goed? Jazeker. Ja? Goed zo. I heard you love my video about my daughter and the pony in the Alexander guy. 2018 ging hard, het is alweer voorbij. Een frisse start voor jou en voor mij. Wat fijn dat je er bent. Je hebt een auto nodig. En hij mag niet meer kosten dan 10.000 euro. Juist. En de tijd loopt. De tijd loopt. Nou, dan gaan we in de bak. Let's go, paakje. Let's go. Zes uur de tijd. 10.000 euro om een mooie auto. Nou, dat is dus een beetje de vraag. Moet het ook een mooie auto zijn? Of moet die gewoon snel zijn en moet je ermee kunnen winnen? Dus die keuze moet ik nog even maken. Ik vind het wel leuk om het hulp in te schakelen. Omdat alleen op zoek gaan naar een auto is natuurlijk tof. Maar het is altijd leuker om het met iemand te delen. En dat is Job, DJ La Fuente. Dus die ga ik even appen. Heb jij zin om met mij een auto op Marktplaats uit te zoeken voor 10.000 euro? Verzenden. Even kijken, Marktplaats. Oeh, waar ga je dan voor? Kijk, hij begint al te lachen, maar auto's, I'm in. Dat is lekker. Dus Job en ik gaan nu een team vormen. Hallo, Smokin. Dag, ik spreek met Kelvin Boerma. Kunnen wij straks even langskomen om te kijken voor eventueel een auto? De Audi A8. De Audi A8. Nou, dat is prima. Helemaal goed, dank u. Oké, graag gedaan. Ja, ja. Almere, we komen eraan. Juist. We zijn aanwezig bij Carlo Automotive in Almere. Goedemiddag. Hi. Hi. Carlo. Carlo. Sam. Aangenaam. Goed hè. Hey, luister. Ik zie allemaal prachtige auto's staan. Ja. En het luchtalarm gaat af. Dit is toch de kortingssirene, is dit of niet? Ja. Zullen we dat ervan maken? Halve prijzen. Halve prijzen? Alles voor de halve prijs. Nee, laten we even die kant op lopen. Dit krijgen we van Audi. Ja. A8. Een W12, 6 liter, 12 cilinders, 450 pk, ja. 0 naar 100 in zo'n 4,5 seconden. Ja. Ik zou zeggen, hij is open. Voel je vrij om even van binnen en van buiten goed te zetten. Ja, dat gaan we zeker even doen. Hij ziet er deftig uit. Zeker. Want die Audi staat er nu op voor 10.950. Ja. Dus het zou betekenen dat daar nog even 1000 euro vanaf moet. Weet je, ik vind het toch wel fijn dat jullie hier bij mij op bezoek zijn. Ja. En ik voel me part of the team, dus okay. We kunnen elkaar de hand schudden voor de 10.000 euro. Vind je het dan goed dat Sam en ik eventjes overleggen?
Met z'n tweetjes? Tuurlijk. Hij is 1000 euro gezakt in prijs. Ja. Die Audi die zit in je budget. Ja. Ja. En die loopt ook echt hard. Ja. Maar ja, weet je, ik vind eigenlijk moeten we voor wat anders gaan kijken. Weet je waar ik een beetje mee zit? Ik verkoop al 20 jaar verkoop ik Alfa's. Ja. En dan ga ik met jou mee. Ja. En dan gaan we een Audi kopen. Dus ik stel voor, we hebben er nog een paar uur, toch? Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel zo. Conclusie is een beetje, het is een goede optie. Ja. Alleen, we hebben nog een paar uur. Carlo is ook een goeie. Dus ja. We gaan gewoon nu nog even wat opties bekijken. Maar ik wil deze wel warm houden. Ja. Maat. Zeg dat eens. Nou, wij hebben even overlegd. Ja. En Sam wil je graag wat vertellen. Oh! Oh, zo ga jij dat doen. Hij schuift in jouw schoenen, Sam. Hallo. Hij belt me vanmorgen of ik hem wil helpen met deze opdracht. Ja. Yeah. En ik vind eigenlijk, kijk, als ik heel eerlijk ben, heb jij gewoon de juiste auto. Alleen ik vind, we hebben nog een paar uur de tijd. Mm-hmm. En ik wil eerst kijken of ik een Alfa voor hem kan vinden. Tuurlijk, dat is geen enkel probleem. Dan ben ik jou in ieder geval al dankbaar al. Graag gedaan. Ja, waarderen je hulp. Ja. Top. Prima. Oké. Okay. Dankjewel. Yes! Daar is een monster! Moet ik die voor jou ook even schoonmaken? Maatje, wat ben jij aan het doen, jongen? Ja. Dit is denk ik wel een van de gekste dingen die ik van TechArt tot nu toe heb gezien. Hey, joh. Ja, we moeten dus een auto uitzoeken voor 10.000 euro of minder. En die moeten we vandaag ook gaan halen. Ja, ik heb er eentje gevonden waarvan ik denk, laten we daar gewoon gaan kijken. Kijk, ja, maar even, ga ik even mijn auto schoonmaken. Hij is niet heel snel, hè, deze. Nou ja, het is wel leuk dat dit kan voor 10.000 euro, man. Gewoon een 5,35 diesel. Oké, okay. Ja, ik ben in. Ja, ik heb hem nu schoongemaakt, maar ik parkeer deze wagen gewoon hier. En we gaan hem niet bij jou. Moeten we hem even bellen? Ja, dadelijk is je er niet. Nee, dat klopt. Als je dit leest, hoe heet hij? Pieter. Een Pieter? Ja. Sorry, spreek ik met Pieter? Nee hoor, spreek je niet mee. Met wie spreek ik dan? Met? Cor. Cor. Ah, sorry Cor. Wij zijn onderweg, Cor. Maakt niet uit. Gezellig. Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. Hoi. Hoi. Kijk, Cor. Ja, jongen. Hi Cor. Hey jongens. Hi Job, aangenaam. De beste BMW waar je ooit in hebt gereden, Cor? Dit? Ja, 100%. Ja? Echt? Niet normaal. Wat denk je, Job? Ja, rijden. Even een rondje maken. Even een rondje maken. Hij heeft er wel zin in. Goeie? Maar. Ja. Ik denk wel. Hij is wel heel eerlijk. Hij is niet heel op het circuit rijden van lul. Het is snel, het is vet, ja. Maar ik denk vooral voor op de snelweg. Ja. Nee, dit is hem niet, joh. Nee, het is een nee. Nee, het is een nee. Oké. Het is een nee. Cor? Ja? Het is een fantastisch mooie auto, maar we moeten ermee op het circuit. Ja. En daar is hij wel wat zwaar voor, hè? Vindt u het dan goed dat wij deze voor nu laten staan? Ja, dat is goed. Ja? Cor? Dank je wel. Goed. Ja? Adres nummer 2, daar zijn we op aangekomen. Essener Auto's in Elburg. En hier staat een Golf. Hallo. Past ook wel bij mijn Golf. Dank je, snel. Ik ben Kelvin. Hoi, Mark. Hey Mark. Welkom. We hebben elkaar even gesproken. Hey Mark. Telefoon. Sam, ja. Aangenaam. Mark, ik heb een snelle auto nodig. Een snelle auto? Oké. Okay. Ja. En wat mag dat kosten? Ik heb een budget van 10.000 euro. 10.000? En dan ga je die Porsche niet voor meekrijgen. Nee, klopt. Dat gaat net niet helemaal lukken. Iets van 10. Ja, die zag ik staan. Ik heb weinig verstand van auto's. Sam heeft wel verstand van auto's, dus daarom heb ik hem meegenomen. Ja. En Mark, heeft hij meer dan 280 pk of niet? Ja, hij heeft 280 pk. Na de tuning. Ja, want we moeten echt hard vanmiddag. Ja, maar hier kun je echt hard mee. Mag ik hem even uitproberen? Ja, natuurlijk. Ja? Even een rondje rijden. Ja, dat is goed. Kelvin, wat kan deze auto? Daar gaan we nu achter komen. Dat is niet verkeerd. Maar, maar als je dit nou even ziet zo, als je dit even, dan denk je dat we die Alfa die ik op het oog heb, dat die dit ook kan hebben. Als we een afspraak kunnen maken bij die je net liet zien, ja. dan moeten we dat doen. Ja? Ja, ja. Die loopt harder. Mark. Ja, zo, hoe reed dat? Ja, het ging soepel. Ja?
Ja, maar Sam wil jou heel graag wat vertellen. Ja. Nee, die truc die heb je net al uitgehaald. Nee, we hebben nog een beetje een intern conflict. Ja. Nou, dat heeft te maken met of we voor Duits of Italiaans moeten gaan. Eigenlijk ben jij gewoon meer een Duitser. En ik meer een Italiaan. Ja, maar dan moet de golf even in optie houden. Oké, dan gaan wij nu naar adresje 3. Dankjewel in ieder geval. Goed man. Ja. Hey, top. Super, Mark. Nee! Oh god! Hey jongens, JJ. Hey, hoe gaat het? Ja, het gaat, hè? Wat zeg je? Versta je niet zo goed? Sta jij naast de grasmaaier? Nee, ik kan je niet zo goed verstaan. Ik weet niet, ik zie jullie straks. Holy shit! Doet hij nou gewoon onze grap hè? Ja, het is zo. Onze grap, hij pakt onze grap over. Dit is kut. Oké. Wat ik wel leuk vind, we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd. Nee. We hebben zelfs heel weinig tijd. Dus ik ga even op zoek naar een Porsche. Gewoon een Porsche. Ik wil gewoon voor minder dan 10.000 euro een Porsche vinden. Gewoon omdat het kan. Dat wordt de uitdaging. Oké. Ik heb een... Waar heb je gevonden? Porsche Boxster. Ja, ik heb niet heel lang gezocht, daar ben ik eerlijk in. Maar deze ziet er op het eerste oog wel tof uit. Hallo, Kok. Goedemiddag. Een hele goede middag. Spreek met JJ Boske. Wij willen graag even komen kijken naar de Porsche Boxster. Mm-hmm. Is dat mogelijk? Ja hoor, dat kan. Dan weet ik genoeg. Dan zien we u zo meteen. We zijn op weg. Ja, is goed. Bedankt. Voor Kok. The one and only. Hi JJ, prettig kennis te maken. Hi, top. Hey, is wel tof. Wij zitten in een challenge. Het is wel leuk voor 9.000 euro. Toch? Mogen we een ritje maken? Ik heb nu vol in, hè. Zit er een grasmaaier achterin? Het is niet heel snel. Nee, ja, we kunnen er lang of kort over praten, maar voor het circuit is dit het gewoon niet. Zo. Cor, op het circuit weet ik het niet. Ik ben wel redelijk duidelijk daarin. Op het circuit is het niet... Nee. Sam, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we langs kunnen bij de Alfa Romeo GT. Ja. Hij is wel wat boven het bedrag. Dat is het slechte nieuws. Ja, dan moeten het is we wel 500. Dan moeten we wat aan doen. Dan. Maar stel nou dat dit er niet wordt. Ja. Dan hebben we niet echt... Dan hebben we volgens mij geen tijd meer om terug te gaan naar of die Audi of die Volkswagen om hem nog te halen. Word je zenuwachtig? We zijn, nou, een klein beetje, want we zijn kritisch en dat is goed, ja. Maar we hebben nog een uur. Ja, jij bent bang dat we te kritisch zijn. Dus we gaan hem van 12.500 teruglullen naar 10.000. En we hebben geen keus. En dan moet hij ook, dan moet hij het ook nog doen en dan moet hij ook nog snel zijn. Ja, en dan moeten we ook nog op tijd terug zijn. En jij hebt de volste vertrouwen erin. Ja, nou ja. Maar jij wilde mij toch mee? We zijn aangekomen bij waarschijnlijk ons laatste adres, want we hebben niet genoeg tijd meer om naar de andere te gaan. Dus this better be good. Hier moet het gewoon lukken. Ja. Dag meneer. Kelvin. Hi. Hi. Sam van der Halen. Hi. Ja, wij komen eventjes de Alfa bekijken. Tussen nou, die ik heb zien staan. Ik zie hem al. Het is wel racing, het is wel echt een racebak. Ja, dat is het absoluut. What the fuck? 215 pk. Al het gewicht is eruit. Nou, Sam, heel even jouw blik. Ja, nee, ja, ik ben blij dat we doorgereden zijn. We zijn bij een Audi geweest en die was ook geniaal. Ja. En die wou die aan ons kwijt voor 10.000 euro. Ja. Maar ik weet niet wat jij ervoor wil hebben. Je hebt het gezien wat ik op punt staat natuurlijk. 12,5. Ja. En dat is wel te veel. Dat begrijp ik. Dat is altijd zo. Hè? Wat ga je ermee doen? Is het een positief doel als ik zeg van ik ga hem je gunnen voor het geld? Heb ik er dan wat aan of is dat ja, zo? Ik moet racen tegen JJ Boske. Ja. Dat ik bij de wijn en we kunnen hem op verschut zetten. Nou ja, dat is wel hoe ik het zie. Nou, lijkt me leuk. Zullen we dat gewoon gaan doen dan? Ja. Gaan we regelen. Ja! Mooi. Echt super. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Mag ik hem even horen? Mag ja. Ja. De sleutel. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan ga ik nu zo snel mogelijk naar het circuit.
En dan gaan we even die JJ even verslaan. Hier, BMW 3-serie. Uit 1998. Omgebouwd tot racewagen. Ja, klaar. Kijk dan hier. Dit is gewoon een auto voor het circuit. Ja, Dick, maar die foto is alleen al goed. Kijk dan. Hé, hey, dit is hem hoor. Dit is Dick. Hoi, goedemiddag. Hi, hallo. Wij bellen voor de BMW 3-serie. Ja, wat leuk. Daar is mee gereisd, toch? Hij is omgebouwd tot raceauto. Ja, dus de ophanging is vernieuwd, de motor is wat opgevoerd, er zitten carbon delen op de auto. Ja, ze zijn wel race klaar. Ik kan je wel met zekerheid zeggen dat de auto een prijswinnaar is. Ik heb daar zelf de Dutch Superlab mee gewonnen afgelopen maart. Hij staat voor 10.500 te koop. Als ik nou tegen jou zeg, wij kopen hem voor 10.000 rond. Als jij hem dan naar ons toe kan brengen, dan hoeven we niet te kijken en dan is hij nu meteen verkocht. Maar dan wil ik wel direct antwoord van je. Ik zou zeggen, we gaan allebei een leuke tijd tegemoet. Ik breng die auto zo meteen naar Lelystad, geef hem aan jou. En als we hem dan koop rond kunnen maken, daar heb je een hele plezierige dag verder. Dankjewel, zie je vanmiddag. Ah, dit is top. We gaan nu voor de winst. Nu is het echt, de game is on. We zijn er klaar voor. Ja. Is hij ook niet een... Oh joh, is dat denk ik Kelvin's auto? Lara Racing? Nee, die is van ons. Hè? Hebben we toch een BMW gekocht? Dit is toch niet die van ons? Nee. Nee. Dat kan toch geen BMW? Hey! Jij! Oh yes! Yes! Ja! 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 Yes! Ja, ja! Dit bedoelde! Dit, JJ, verder kennis te maken. Ja! JJ. Ja? We zijn op het punt aangekomen. Ja. Waarom? Oh, ik wist dat je dat ging doen. Ik wist het. Ik denk dat het tijd is. Om de blinddoek af te doen. En om te aanschouwen de theedoeken. Wat voor auto's okay. We geregeld hebben. Drie. Twee. Eén. Nee. Zie je, is een Alfa. Zie je? Zie je? Ik had het goed. Wat is dit? Ja. Wat? Hoezo, wat is dit? Wat is dit? Dat is een auto. Nee, maar leuk. Waar, hoeveel, dit was geen 10.000 euro. 5.000 euro. 5.000 euro. En de andere 5.000 euro? Dan beter wat erop houden. Ja. Of is het deze? Nee! Nee. Het is toch die? Nee, spring erop! Ja, het is toch deze? Nee. Heb jij hiervoor gezorgd? Jullie zijn echt smerig met z'n tweeën, jongen. Ja, dit is wel serieus. En je kan hier ook gewoon met z'n tweeën in. Bij mij kan er maar één in. Goed voor jullie om te weten, wij gaan niet zelf rijden. Nee. Wij hebben even iemand uitgenodigd die dat voor ons gaat doen, die dat goed kan. En dat is... Ja! Daar zijn we. Tim Coronel. Hi. The one and only. Short track, 27 kilometers. Okay, nightmare. Water temperature was getting too hot. So we had to stop. Dit is JJ Bos. Hi, JJ. Ja, lang niet gezien. Je doet eerst een rondje met mijn prachtige bolide. Dan een rondje met dat gebakkie van JJ. En dan zullen we zien welke auto het snelst is. Nou, we gaan hem aanslingen. Ja. Oh, en die auto die daar, mag die ook mee? Oei, ta, die kreeg je nog terug. La, 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 dat jij daar intrapt, Jack. Succes. 3, 2, 1, go! Go, go, go! En het begint nog harder te regenen. Yeah, yeah. Lekker! Kom op, Tim! Kom op! Nee, go, doe maar rustig. Go. Ja, hij kan het wel, hoor. Ja, hij zit er wel doorheen, hoor. Wacht, hè. Go, go, go! Kom op, kom op! Ja, weet je wat je een beetje, klein beetje hebt gekeken, Kalf? Ja? Is, je hebt sliks onder deze auto. En in deze condities is dat niet het allerbeste. Je kan er leuk mee spelen, maar
Nee. That's it. Ja, zonde. Okay. Wel, lekker gedaan hoor, Tim. Hey, je hebt echt het beste uit de wagen gehaald. Zeggen of zo? Mam, jij bent altijd trots op mij. En we gaan door. Jij hebt mij geleerd te winnen en dit is weer zo'n dag. Aan de beurt. Dankjewel. Drie, twee, één, go! Oh, hij is lekker weg. Hij is lekker weg. Dit is een competitie, hè, Tim? Wie? Oh, hij gaat stoer doen. Niet stoer doen. Niet stoer doen! Niet stoer doen! Gewoon winnen! Niet stoer doen! Kom nou! Jong, hou je hem goed in de gaten. Op de seconde, hè? Op de seconde. Het lijkt alsof hij bij mij langer is. Of alsof hij langer onderweg is. Kijk, hij lijkt nu in de stress. Kom op. Kom op. Kom op, kom op, kom. Niet stoer doen! Niet stoer doen! Wel klasse, wel in stijl afgesloten. We hebben in 6 uur via Marktplaats voor 10.000 euro twee prachtige auto's gefixt. Allebei reden snel. Tim, dankjewel dat je meedeed. Mijn rondje was 1 minuut 1. Ja. En het rondje in jouw auto was... 56 seconden. Ja. Tim, dankjewel. Kom even hier. Dit is beter. Dankjewel. Hier. Ik vond het in ieder geval een legendarische aflevering. Kale mannen, dank jullie wel. En we zien jullie volgende week. Joep!